Volg Rode JC Kerkraden ook via Hives, Facebook en Twitter. Zo ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws van jouw favoriete club. Eén keer per jaar wordt er voor de kids van de Rode Rakkers een clinic gegeven. Voor de kinderen een unieke kans om te trainen op Kaalheide. De afsluitende clinic van dit seizoen was extra bijzonder omdat alle spelers en trainers aanwezig waren. Uiteraard was Rode JC TV er ook bij. De Rode Rakkers zijn de leden van de kidsclub van Rode JC. Die hebben zich vooraf kunnen inschrijven om mee te doen aan de voetbalclinic. De voetbalclinic houdt in dat ze 6 spellen krijgen. Die worden gegeven door de jeugdopleiding van Rode JC. En dan kunnen ze lekker voetballen. En niet alleen de jeugdopleiding van Rode JC biedt de spellen zelf aan, maar dus ook de spelers en staf van Rode JC zelf. Ja, dat kwam door mijn vriend Koen, dat daar staat. Ja, die heeft me opgegeven met de moeder. En nu mocht jij mee? Ja. Wat vind je ervan tot nu toe? Ja, heel leuk, want Roda is gewoon mijn lievelingsteam. Het gaat er eigenlijk niet om van, ja, goh, hoe goed ben je, maar ook vooral dat jong en oud zitten ook in één groep. Ze hebben bewust gedaan, dus ook dat ze gewoon fair play en met elkaar leren spelen. Heb je. Goeie bal. Zit je nou zelf ook op voetbal? Ja. En wat vind je van deze oefeningen dan? Ja, het is allemaal leerzaam. En goed voor de conditie. Denk je dat je er zelf wat mee kan doen? Ja, ik denk het wel. We hebben sowieso een aantal rakkeractiviteiten per jaar die we geven aan de kidsclubleden. Dit is inderdaad als afsluiting van het seizoen. De spelers die hoeven niet meer te trainen, dus die kunnen dus ook de hele dag aanwezig zijn bij de kinderen.